Net gewandeld en gelopen met mijn pokeball. Net gewandeld en gelopen met mijn pokeball. Gewoon stukjes wandelen en dan heel kleine stukjes lopen. Met geen regelmaat en gewoon als begin om te proberen. Het is vandaag zaterdag 22 december en ik ben eventjes aan het kijken wat ik heb gedaan vandaag. 2 verdiepingen, 8075 stappen, 5,73 kilometer, 3000 calorie verbrand en 30 minuten. Ik heb vannacht 6 uur 53 minuten geslapen. Heartbeat, actieve uren waren er 7. Mijn wateropname heb ik vandaag niet ingevuld. Vandaag heb ik een wandeling gedaan van 27 minuten en daarbij heb ik 279 calorieën verbrand. En morgen ben ik van plan om nog een grotere wandeling te doen langs een postbus en om nog meer Pokémon te vangen. Even kijken of mijn alarm goed is ingesteld voor morgen. Dat was niet de bedoeling. Ugh. Zo, maar ik wil er wel een graag eentje bij zetten voor 9 uur. Maar ik weet niet of dat ik dat zal snappen. Come on. Voilà. Yes. Het is nu 4:30. Ik heb gewandeld. Ook gelopen omdat ik mijn loopconditie, of hoe je het ook wil noemen, wil verbeteren. Dus ik maak een grote tour. En op het einde loop ik een paar kleine stukjes. Want als ik het in het begin doe, dan heb ik geen zin meer om te wandelen. Dus dat doe ik op het einde. Nu heb ik het gevoel dat ik een hele drinkbus kan uitdrinken. Mijn gsm is ook bijna plat. Dus ik weet niet hoeveel eitjes ik heb uitgelopen. Ik heb wel candy bijgekregen, dat ben ik zeker. En ik heb ook een volledige podcast uitgeluisterd. Wat super goed is, want ik heb echt nog duizenden podcasts staan. Want vroeger luisterde ik die altijd op de fiets. Maar gezien dat ik niet meer met de fiets ga. Ik vind zo 10 minuutjes podcast luisteren zo ook iets te kort. Morgen denk ik ga ik ook een hele video maken waarom ik deze dingen doe. Dat het me op inspiratie brengt. Mijn hoofd leeg maakt en me actief doet voelen op een tweede kerstdag. Heb ik nog andere redenen. Hallo, het zijn 2 januari. Wel redelijk cliché dit. Maar morgen heb ik opnieuw sporten. Afgelopen maanden hadden we geen sporten omdat dan oudejaar was. De maandag ervoor hadden we ook geen omdat het kerstavond was. En de donderdag had ik gewoon geen zin. Maar echt totaal geen zin om te gaan. Dus ik ben niet gegaan. Wat dat niet zo goed is. Want eigenlijk moet ik me daar zelf doorbijten. Maar ik had gewoon echt geen zin. En morgen heb ik ook mijn eerste afspraak. Bij mijn diëtist / gezondheidscoach. Dus ik ben benieuwd wat dat zal geven.
Spannend! Vandaag haalde ik trouwens 4227 stappen, wat nog steeds veel te weinig is. Hallo, we zijn nu in januari. Het is nu 20 voor 4. Ik heb straks mijn eerste afspraak bij de diëtiste, dus daar gaan we nu even naartoe rijden. En dan ga ik sporten in het ziekenhuis. Hallo, we zijn 3 januari, al 's avonds. Vandaag heb ik dus en weer gaan sporten en heb ik mijn eerste afspraak gehad bij de voedingsconsulente. Die afspraak ging heel erg goed. Ze heeft me heel veel informatie meegegeven over hoe het verbrandingssysteem in ons lichaam werkt en zo, en hoe je die op gang kan krijgen. Ze heeft mij ook een aantal opdrachtjes meegegeven en ze heeft ook heel veel geluisterd naar hoe mijn patroon nu zit en wat ik eigenlijk nog kan of moet gaan verbeteren. Ik moet nu aan 3 dingen werken voor ik haar terug zie binnen 2 weken. Het ene is meer water. Maar echt op een consistente basis. Dus niet gewoon 4 weken 3 liter en dan niet meer. Omdat ik nu heel vaak dagen heb waarin ik gewoon vergeet te drinken. Dus daar moet er iets aan gedaan worden. Ik heb zelfs heel veel puisten op dit moment. Geen idee hoe dat komt. Dus ik moet gewoon op regelmatige basis water gaan drinken. Dus ik ga beginnen denk ik met elke dag minstens 1 liter en zien hoe ver we daarmee raken. Uiteraard probeer ik meer, maar ik zou blij zijn als ik elke dag 1 liter had. Ook moet ik meer fruit gaan eten, gewoon tussendoor. Moet ik meer vezels gaan eten, dus bruine spaghetti, bruine rijst of volkoren rijst enzovoort. Dus morgen gaan we daarvoor inkopen doen. En ik moet ook vaker gaan eten, wat dat redelijk tegendradig klinkt voor een voedingsconsulente. Maar het probleem is, ik eet als ik ga werken, 's morgens mijn ontbijt. Dan eet ik niks meer tot de middag. En van 's middags tot 4 uur eet ik weer niks. En daarna ga ik je de hele tijd gaan snacken. Dus dat is niet zo goed. Dus ik moet proberen om 's morgens mijn ontbijt te doen. Dan rond 10 uur weer iets te eten. Dan rond 12 uur weer iets te eten. Dan rond 2 uur of zo weer iets te eten. Rond 4 uur weer iets te eten. En daarna nog iets te gaan eten of zoiets. Dus vaker. En ik moet ook minstens 2 keer groenten eten per dag. Wat dat nu soms 1 keer is. Ik eet altijd groenten, maar moet ik meer gaan eten. Dus ik denk dat ik af en toe een keer wortels ga meedoen om te snacken over de middag of om 10 uur. En zo van die dingen. Sporten ging goed. Het deed me eigenlijk verrassend veel deugd om terug te gaan sporten. Het was wel echt eventjes er aan komen. Dus dat was wel lastig.